Dit is de review van Fate Extella, de Umbral Star op de Nintendo Switch. De Fate-serie is ooit begonnen als een erotische novel. Waarschijnlijk denk je nu, huh, what the fuck? Maar de serie is ongekend populair in Japan. Na de erotische novel is er een anime gekomen en tot eindelijk ook een select aantal games. Fate Extella is anders dan zijn voorgangers, want dit is de eerste keer dat de serie een hack-and-slash game uitbrengt. Een genre waar ik zeker fan van ben. Fate Extella probeert de speler het gevoel te geven dat hun de hoofdrol hebben. In de game heb jij een servant die voor je vecht. Als je gekozen hebt om als jongen te spelen, dan zal je servant de chick zijn. Door de game heen ontstaat er een romantische relatie tussen die twee. En man, wat is dat awkward. Als ze elkaar niet aan het chanteren zijn, dan zijn ze bezig met werelden terug te veroveren. En wat mij betreft hadden ze daarbij gelaten. Het verhaal werd al snel te weird voor mij om het te blijven volgen. Gelukkig draait het om de gameplay. En die viel zeker in de smaak. Je kan met verschillende characters zeeën van vijanden in elkaar mappen en dat geeft je een godlike gevoel. De characters zijn divers genoeg om elk level weer opnieuw te spelen met hun diverse aanvallen. Al die aanvallen voer je uit door middel van combo's. De besturing laat je hier niet in de steek en alles werkt prima. Ondertussen hebben wij mooiere dingen op de Switch gezien dan Fate Extella. Maar het steltje blijft er leuk uitzien en de framerate blijft op een constant hoog niveau. Fate Extella was een grote what the fuck ervaring. Gelukkig is de gameplay erg tof. Maar het hele romantisch gebeuren tussen jou en je servant is denk ik toch iets wat meer voor Japanners is. Maar als je groot liefhebber bent van hack and slash, kan je daar net als mij misschien doorheen prikken en alsnog genieten van deze game. Op naar de conclusie. Het verhaal is echt sick weird. De graphics vallen een beetje tegen. En er zijn niet echt heel veel levels. Maar de gameplay is gewoon heel erg verslavend. De characters zijn lekker weird. Ik bedoel, Jeanne d'Arc zit erin. En dit is gewoon de eerste hack and slash game op de Nintendo Switch. Mensen, hebben jullie nog vragen over deze game? Drop die zeker in de comments. En voor nu zeg ik weer, adieu!